Mijn naam is Yusuf Selik, ik ben fractievoorzitter en lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid hier in Tilburg. We staan hier vandaag voor het wijkcentrum De Eipelaar in de wijk Stokhasselt, een van de armste wijken in Brabant. Er zijn veel mensen die in armoede leven, de werkloosheid is hoog. Maar er zijn ook heel veel mensen in de wijk die ontzettend goed werk verrichten. Daar ben ik trots op, onze kampioenen van de vooruitgang, en die brengen we vandaag in beeld. Ik merk dat er toch een verschil is tussen datgene wat er in zo'n wijk gebeurt, wat er in zo'n wijk leeft, en datgene wat men beeld wat men op het stadhuis heeft, wat daar zou moeten gaan gebeuren. Dat veel theorie is en weinig op een gegeven moment afgestemd op de dagelijkse praktijk. Een huisarts voor deze wijk, aandacht voor de wijkagent in deze wijk, dat die ook op een gegeven moment voldoende tijd heeft. Aandacht voor afvalverwijdering in deze wijk. Aandacht voor te zorgen dat hier niet alleen sociale woningen komen, ook middensegmenten woningen, dat hier wordt gerealiseerd. Dat is eigenlijk onze intentie. Niet dat wij op een gegeven moment een uitzonderingspositie hebben, maar dat we gewoon wat dat betreft in balans zijn met de rest van Tilburg. En dat zijn we op dit ogenblik zeker niet. Ik ben Ellie Stokkermans. Ik woon nu 20 jaar hier in de wijk. Kort daarop werden we opa en oma. Een paar jaar daarna, de kleine ging lopen door het park met de kleine, door het park met de hond. En op een gegeven moment, de kinderen worden ouder en die zagen van oma, kijk daar, de vijver is kapot. Toen zagen we dus dode vissen, dode eenden. Ik heb allerlei instanties gebeld en gemaild. Ik heb foto's en filmpjes op Facebook gezet. Via Facebook kreeg ik contact met Yusuf. Die zei me dus van, goh Ellie, ga eens wat handtekeningen verzamelen. Want dan kun je misschien wel meer. Want de gemeente wou nog niet echt luisteren naar ons. Ja, er is geen geld en Tilburg-Zuid is op dit moment het belangrijkste. Want daar hebben ze geen speeltuinen. Hebben we hier in de omliggende flats. Heb ik in mijn eentje 262 handtekeningen opgehaald. En toen is het balletje gaan rollen. In het begin heb ik ook tegen Yusuf gezegd, luister, ik heb helemaal niks met politiek. Nee. Ik zeg, maar als de politiek mij kan helpen met ons park, ja. Zeg, dan ben ik het. En als ik bij mij op mijn balkon kijk, ben ik helemaal rijk. Jullie zijn hier in deze wijk actief. Zoals we weten is het niet de makkelijkste wijk in Tilburg. De helft van de kinderen leeft in armoede onder 9 jaar. Daar merken jullie natuurlijk ook iets van hier op school. Ja, klopt. Wij maken het ook mee dat kinderen zonder eten op school komen. Dat het pauze is en dat er kinderen in de klas zitten die niks bij hebben. Sommigen verstoppen het, sommigen die durven het wel te zeggen. Kinderen die komen met een achtergrond naar school en niet alleen om te leren. Maar ze hebben jou ook gewoon als persoon nodig, als juf, gewoon omdat je ze ziet. En het is ook zo geweldig als je kinderen aan het begin van het schooljaar binnenkrijgt en met een hele grote rugzak en ze aan het einde van het schooljaar weer naar een andere klas te gaan. Dat je dan terugkijkt samen met de klas naar wat je hebt bereikt en wat vooral dat kind dan heeft bereikt. Ja, dat geeft gewoon een kick. Ik heb je vandaag rondgeleid in Stokhasselt. We hebben gesproken met Marielle, Betty, Harry en Ellie. Vier fantastische mensen die de wijk beter willen maken, ondanks de uitgangspositie. Als je kijkt naar de armoede in de wijk, als je kijkt naar de mensen die langs de kant staan en geen werk hebben. Zij zetten zich dag in dag uit in voor de wijk. Dat is de energie die we nodig hebben in Tilburg. Daar wil ik voor gaan voor de komende verkiezingen. Die mensen moeten ondersteund worden om de wijk beter te maken, om de wijk sociaal te maken en om de wijk vooruit te helpen. Daar gaan we voor.